Rasim Sinisek, 4-4 tegen Davo in de thuiswedstrijd. Wat een dolle wedstrijd. Ja, beginfase was verrassend. 1-0 achter. Dan ik geloofde bij mijn jongens kunnen ze veel beter voetballen. Ja, ik heb een paar positiewisseling gedaan. En dan gelijk, wij gaan even snuffelen. Gewoon voor de doelpunten creëren. Aantal keer gebeurd. En dan wel gelukt. En dan na de ruststand was de ochtend wel. Ik heb jongens een beetje wacht geschud. Kom op jongens, wij kunnen wel. Wij kunnen wel. Eigenlijk kennen jullie kwaliteit. Trainingstijden, hoe fantastisch. Ja, en dan 2-1, 2-2, 3-2 voor. Fantastisch. Verwachten we ook zelf ook niet. Maar jongens geloofden zelf wel. En dan daardoor wel succesvol. Sorry, als je terugkijkt naar de eerste helft, vond je dus dat het nog niet helemaal goed ging. Wat heb je in het strijdplan voor de tweede helft veranderd dan? Eigenlijk wel de positie veranderd. Middenvelders, dus rechts en links, middenvelden gewoon iets compacter voetballen. En dan ook wel de. Ik wist wel eens, Davo was heel goed bij de druk zettend. En ik wilde graag bal weer de zijkant spelen. We probeerden ook wel Abdullah nummer 11 en dan weer Mohamed Baba. Wij probeerden wel bal vasthouden en dan gaan we wel de aanvallen zorgen. Nou, dat had heel snel in de tweede helft al effect, hè? Want Baba scoorde 2 keer. Wat een fantastische voetballer eigenlijk. Ja, vind ik ook. Maar hij heeft er nog niet fit. Nu heeft voetbal op dit moment 50%. Over de 2 weken nog tijd, denk ik, terwijl we hebben een goede winst, zoals Baba. Ja, jullie gingen toch die 3-2 voorsprong van de tweede helft weer weggeven. Het werd weer gelijk. Ja. Je kwam zelfs nog weer achter. Je moest met minder mensen verder. Wat deed dat met de wedstrijd? Eigenlijk, wij voetballen op dit moment met emotie. Tuchtste emotie. Dus dan, wij gaan gewoon keihard vechten. Dat was onze doelstelling. Wij accepteren niet, omdat de tegenstander niet beter dan wij. En emotie bovenop. En wij hebben wel geprobeerd keihard vechten. En dan gelukt. Ja, want toen jullie al met een man minder speelden, toen ging die bal ook nog lekker op de paal. Dat schot van Ismail Kaya, dacht ik. Omdat wij wisten ook wel hun zwakste punten rechts en links bekken. Proberen we weer dus een afvallende bal aan te speren. Doelgericht schieten. En dat hebben we wel gedaan. Ik wist ook wel dat de keeper nu zo fantastisch is. En dan, ja, echt jammer is dat. We hebben kan ook voetballen. Daarna gelijkertijd doelpunt tegen. Jammer. Dat is. Kunnen we niks te veel te zeggen. Nou, eigenlijk, voetbal ligt er wel in de veld en wat er gebeurd is. Ja, jullie zijn slecht gestart aan deze competitie met een paar nederlagen. De laatste paar weken beginnen jullie punten te halen. Heb je eindelijk jouw hand in de ploeg kunnen krijgen nu? Op dit moment ja, dat klopt. Ik heb de 19 man en wij zijn compleet. En dan de beginfase, voorbereidingsseizoen, ja, voorbereidingsfase, wij hebben wel veel problemen gehad met de Ramadan. Heel veel jongens zijn 6-7 naar vakantie gegaan, naar Turkije toe. En dan verzamelen jongens meer met elkaar. Ook de natuurlijk, terwijl de vorige seizoen, wij hebben wel 15 spelers weggegaan bij ons. Helemaal andere ploeg, hele nieuwe jongens. Ja, ik ben ook zelf ook nieuw. Wennen met elkaar, kennen met elkaar. Eindelijk, wij voetbal heel anders dan vorig jaar. Niet meer de lange ballen lang, maar weer de breed spelen, breed openen. Ja, wij zijn nog niet beter, maar komt nog, denk ik. Waar kan Turkse Kracht eindigen dan dit jaar? Ik verwacht gewoon, ik probeer stiekem wel de derde periode te pakken. Derde periode, stiekem. Oké, stiekem, dat is een mooi doel. Succes daarmee en bedankt voor je reactie. Dankjewel.